Tijdens de krokusvakantie kunnen de leden van de Club Kids een leuke verrassing in hun brievenbus verwachten. Het allereerste Club Kids magazine. Club Kids mascotte Bibi was ook van de partij om de drukpersen in gang te zetten. Voor die keuren sluit de samenwerking met de Club Kids perfect aan bij de alledaagse activiteiten van de educatieve uitgeverij. Wel, zoals ik zei, die keur is een huis met vele kamers. Een van die kamers is de educatieve uitgeverij. Wij staan relatief sterk in Vlaanderen voor het basisonderwijs. Club Kids is de leeftijd waar wij ook onze activiteiten in ontwikkelen. Wij dachten dat Club Kids een prachtig platform was om vanuit het Brugse naar Vlaanderen toe te stappen met andere producten dan ons schoolmateriaal. Vandaar een win-win situatie. Club Kids zullen niet alleen het magazine in de bus krijgen, maar die keuren doet er nog een leeftijdsgerichte versie van de game Monkey Tales bovenop. Well, dat is eigenlijk ons, ik zou zeggen, brand new product. Dat is een game waar de wiskunde van de lagere school wordt ingeoefend. Dat is eigenlijk wereldwijd een primeur die wij echt in Vlaanderen willen lanceren. En nogmaals, daar zijn de Club Kids uiterst geschikt voor. En we willen de kinderen laten kennismaken met dit splinternieuwe product. Vandaar dat wij in het komende magazine alle Club Kids een gratis game geven op hun leeftijd. Club Kids is de fanclub voor de jongste blauw-zwart supporters tot en met 12 jaar. Lidmaatschap tot het einde van het seizoen. Kost maar €20 en levert heel wat leuke voordelen op. Voor meer informatie, surf naar clubkids.be.